Hallo kijkers van Fulltime Machine 90 en welkom weer terug bij een nieuwe aflevering van Saints Row 2. Vandaag ben ik weer niet alleen, ik ben vandaag weer samen met... Mickey Mouse! Ja. Nee, met Patricia. Wil je meedoen met de race trouwens, Patricia, of niet? Nee. Je staat nou, in de wat weg. Wat voor race is het? Dus kan je even aan de kant? Nee hoor, ik sta niet in de weg. Oh. Ja, voor de race sta je in de weg. Ja, nog steeds. Go op. Go op. Je staat de hele tijd in de weg. Staat ze nu nog? Ja, je staat nog steeds in de weg. Ga eens een stukje verder wegrijden. Ja, nu kan ik. Oké, okay, en ik vind brons ook al meer dan genoeg. Dus als ik derde word, is het ook heel mooi. En het is trouwens een motorrace. Daar was ik goed in. Nou, was. Dat ben ik goed in. Wil je meedoen of niet? Nee, ik sta hier eigenlijk wel goed. Ik kom langs hier rijden. Eerste plaats meteen al. Hoppa, keekje. Zo doen wij het. Oh, trouwens, Patricia, goed gedaan. Jee. Je hebt een hidden objective gevonden. CD. Ja, die zitten verstopt over de hele kaart. Dat weet ik. En die kan je vinden. Dat weet ik. Al heel lang, Daniel. Oh, nou, tweede. Zilver vind ik ook meer dan genoeg. Als ik die ga halen. Kijk, ik sta nu tweede. Zilver is ook meer dan goed, hè. Oh god, nu wordt brons. Is ook meer dan goed. Niet kletsen, maar racen. Ja, nu wordt het niks. Dus opnieuw. Ik viel van mijn motor af. Misschien moet ik me gewoon even concentreren. Dan ga jij eventjes iets leuks vertellen, Patricia. Dan ben ik even stil. Er was dus een jongetje. Die kon totaal niet racen. Maar hij wou het toch. Dus, wat ging hij doen? Hij ging naar Mickey Mouse. Toen kwam we bij Mickey Mouse. Deed hij een wens. Mickey Mouse vervulde hem en kon heel goed racen. Einde. Nu jij. Ga maar verder met het verhaaltje, want... Verder dat ik win met verhaaltjes vertellen. Ja, gaan we nog maar meer verhaaltjes vertellen. Nou, ik heb hier 3 magneetjes in mijn hand, heb ik nu echt. En het lijkt net een stoplicht. En ik kan er ook Mickey Mouse mee maken. Dus hoe tof is dit? 3 magneetjes, oh mijn god. Er was dus een kip en een panda. En ze vonden het heel leuk om samen op te nemen. Dus dat deden ze ook heel vaak. Maar op een dag werden ze groter. En gingen ze op zichzelf wonen. Aangezien wij een zus zijn. Woon ik niet bij jou later. Gelukkig. Dat zei de panda. Tegen de kip. De broer. En wat is de broer nu aan het doen dan? Wat denk je? Ik heb tegen jou. Wat denk je? Aan het racen, want ik ben nu aan het racen. Ja. En wat ben ik blij dat ik straks niet meer bij jou woon. Jee. Zou je wel missen hoor. Ik ben eerste. Hey, dit zeg ik alleen in de video hoor. Ja. Buiten de video ben ik heel gemeen tegen hem. Maar hij doet heel gemeen tegen mij. Ja. Vermoord hij of nee. Dat is waar. Waar jij bent? Bij het museum. Nee. Nee, dat is op een ander eiland. Hoe kun je nou bij het museum zijn als het op een ander eiland? Ik snapte niet. Jij zei dat ene en ik zei dat is waar. Ja. Hey, hoeveel zandkorrels liggen er in de woestijn? Ik heb een pistool. Meer dan genoeg. Ga ze maar tellen. Gok nog een keer. Genoeg om te tellen. Gok nog een keer. Hey, zilver.
Gooi? Wat? Roy? Zo, Patricia, ik heb hem gehaald. Zo, let's go verder. Gok nog een keer. Ik denk dat we het zo aangepakken. Zo langs. Ik heb het tegen jou hoor. En dan daar langs. Hallo. Pakken we die. Die. En dan gaan we deze kant op. Daniel. Dan pakken we deze. Deze, die. Laatste keer dat je moet raden. Die. En dan stoppen we daar. Oké. Maar dat is in de komende aantal afleveringen. Die gaan we niet vandaag allemaal doen. Maar dan is het straks 5 uur verder. Nou, ik wil niet meer. Ik vind het heel mooi, maar dat gaan we niet doen. Stap maar in. Daniel, nog één keer antwoorden. Hoeveel zandkorrels liggen in de woestijn? Meer dan één. Nou, stap in. Is dat je echte antwoord? Ja. Stap in, we gaan shoppen. Oh, dat ik dat jou hoor zeggen. Dat doet me al misselijk maken. Ja, maar in de Saints Row ga ik graag shoppen. En in het echt? Ligt eraan welke winkel. Oké, Daniel, ik wil. Jij kent mij toch vanaf mijn geboorte? Nee. Ja. Nee. Je bent ook mijn broer, dus het moet wel. Nee, ik ken je sinds 5 jaar geleden. Dat is nog best lang. Je bent een vreemde. Oh ja, waarom neem je dan met me op, sukkel? Omdat ik graag met vreemden wil praten. Nee. Waar hou ik niet van? Voetbal of make-up? Voetbal. Make-up. Ik haat make-up. Voetbal is leuk. Ja, nu op dit moment haat jij make-up. Ja. Waarom zou je het doen? Ik ben blij met hoe ik eruit zie. Zo, we stappen over naar een nieuwe auto. Hierin. Oh ja. En hoeveel zandkorrels liggen er in de woestijn? Ik zou het zeggen, zoveel dat je het niet kan tellen. Nou, stap in! Ja, waar ben je dan? Voor je. Oh, er staat... 69, ja. Ze hebben het verkeerd laten drukken. Ik wou 96... Nee, laat maar zitten. Ik wou 93 hebben. Jij? Ik ga je wapens kopen. Something is blocking your path. Trouwens, ik heb helemaal geen nieuwe wapens nodig. Ik heb al unlimited ammo. Nee, dat kan. Dat kan ook niet meer. Pistols. We moeten een punchcard systeem hier. Troy better hope he got a lot of protection. Okay. That's so you. Hoppakee, ik heb heel wat wapens gekocht. Flashbangs. Die unlimited ammo dingen, die zijn goed. Deze ook. En ik heb ook een nieuwe gun gekocht. Nou, oké. Let's go verder. Shopping tijd is een beetje voorbij. We gaan naar de volgende shop. Volgende shop. Hoppakee. We zijn er. Even een sigaartje roken. Even op. Biertje achterover. Hoppakee. Weer een sigaartje. Je bent nog geen 16, Daniel. Wat? Je bent nog geen 16. Ach ja, ik ben van de maffia, hè. Dan mag het. Je bent nog niet eens 15. Ja, maar ik ben bij de maffia. Dus dan mag het. Het mag als je bij de maffia zit. Welk level ben jij trouwens? Nou?
51. Wat is dit dan? Nou, we zullen zien wat het is. Ik heb zo'n idee dat dat geen race is, maar iets anders. De racer die verschijnt op de camera, op de kaart. Deze verschijnt... Ik ga doorrijden, ja, goed zo. Oh, we gaan weer auto's zoeken. Dat is leuk. Zet dat weer in de reacties. Het is gewoon leuk. Ja, er zijn er wel veel. Dus dat gaan we de volgende keer ook allemaal doen. Maar één auto kan ik nu wel vinden. Boxy in Attractive. The foliage is used by squirrel moms and it can be mostly found in the docks district. Docks district. Zie je? Wat heb je liever, een kat of een hond? Kat. Hoezo? Ja, die hoef je niet uit te laten. Tosti of Bami? Wat? Tosti of Bami? Bami. Tosti? Ah. Wow! Ik hou niet echt veel van... Ik ben niet echt... Laat ik zo zeggen, ik ben meer weg van Bami dan van Tosti. Ik vind Tosti super lekker. Oké, achter die auto aan. Daniel, weet je, als jij soms nog slaapt, dan maak ik stiekem Tosti. Een hele lekkere Tosti. Oké. Soms. Helaas slaap je niet altijd uit. In weekend. Kom op, kom op, kom op! Wat? Wat is er aan de hand? Niks. Ja, die auto probeert te ontsnappen. Waarom kan ik niet instappen? Ik kan niet instappen. Zit ik nog in de server? Ik zie jou mooi zitten hier. Oh, je bent geliefd. Ja, ineens. Ik heb niks gedaan. Oké, kijk eens. Dan denk ik dat we hier de aflevering af gaan sluiten. Dan gaan we de volgende keer die auto's proberen te vinden. Maar nu. Ga ik dan tegen jullie zeggen, kijk eens, doe even een duimpje omhoog. Help je mij mee? Help het kanaal mee? Abonneer als jullie nog niet zijn geabonneerd. En dan zie ik jullie de volgende keer weer als we weer Saints Row gaan doen. Dus, morgen. Maar voor nu heb je nog maar één ding te zeggen. En het is Patricia, heb je nog wat te zeggen? Tot de volgende keer. Later. Doei.